In deze video gaan we het hebben over schaalwetten en wat daar eigenlijk nou mee bedoeld wordt. Nou, wanneer je het hebt over schaalwetten, dan ben je altijd aan het kijken naar het verband dat er is tussen een bepaalde grootheid en de lengteschaal. Oftewel de grootte van het voorwerp. En om het precies te zeggen, ben je bij een schaalwet aan het kijken met welke macht een grootheid afhangt van de grootte van een voorwerp. Dus als je dat uit zou zetten in formulevorm, ziet dat er ongeveer zo uit. En uh, die n, die tot de macht n, die geeft dan ook meteen aan wat voor verband ik heb. Is n 1, dan heb ik te maken met de evenredig verband. Bij n is 2 een kwadratisch uh, verband. En bij n is min 1, een omgekeerd evenredig verband. En zo heb je nog heel veel andere uh, mogelijke waarden voor n. n kan ook uh, gelijk zijn aan uh, een half of anderhalf of uh, drie, uh, uh, drie vierde. Dat kan allemaal. Het hangt helemaal af van de situatie. En. Dat wordt jou dan gevraagd om te onderzoeken. Nou, we gaan de, dit toepassen als voorbeeldje in een situatie waarbij ik uh, ga kijken naar uh, misschien uh, iets vreemds. Het is ook een gedachte-experiment, zei ik er meteen bij. Uh, stel ik heb een uh, olifant en een muis en die staan allebei boven op een hoge toren en ik laat beide dieren naar beneden springen. Uh, wat gebeurt er dan? En kan ik ook verklaren waarom er gebeurt wat er gebeurt? En dat gaan we uh, doen door vooral te gaan kijken dadelijk naar uh, de schaalwetten. Nou, wat gebeurt er als die olifant naar beneden springt? Het zal je misschien niet verbazen, maar die olifant die overleeft de val zeer waarschijnlijk niet. Um, maar aan de andere kant, als ik hetzelfde zou doen met de muis, dan uh, valt die muis naar beneden en de kans is groot dat hij uh, op de grond stuitert, opkrabbelt en weer wegloopt. Dus zo'n muis heeft wel Grote kans om het te overleven. Maar een olifant niet. Nou, we gaan dit dus uh, in detail bekijken. En ik ga kijken, kan ik iets zeggen over uh, de snelheid waarmee uh, beide dieren vallen. En hoe die snelheid afhangt van de grootte van het dier. En kan ik iets zeggen over de energie van beide dieren uh, op het moment dat ze op de grond komen. En dat is dus een vorm van, uh, dat is kinetische energie. En op het moment dat het dier op de grond komt, dan wordt die kinetische energie omgezet... In andere energievormen. Uh, we gaan daar ook allebei uh, bekijken. Dus de, de snelheid en de kinetische energie. En daar gaan we ook uh, flink wat natuur kunnen bij gebruiken. Want wij weten natuurlijk iets van die snelheid. Als je iets laat vallen en je wacht lang genoeg, dan krijgt zo'n uh, voorwerp een eindsnelheid. Omdat het voorwerp uh, een luchtvrijving voelt en op een gegeven moment is de luchtwrijving, is gelijk aan de zwaartekracht. Dus uh, dat kun je dan zo opschrijven en op dat moment heeft het voorwerp een eindsnelheid en dat zal dan ook de snelheid zijn waarmee het voorwerp op de grond komt. Ik ga even beide kanten uh, invullen, want ik heb natuurlijk een vergelijking voor de zwaartekracht en dan ook een vergelijking voor de luchtwrijvingskracht. Het ziet er zo uit, het ziet er wel meteen heel complex uit, maar uh, bedenk even goed dat heel veel getalletjes hier gewoon constanten zijn. Ik ga de vergelijking omschrijven, zodat er staat v is. In de vorm v is de wortel van 2mg gedeeld door a maal rho maal cw. Nou, dat kan ik ook nog eventjes anders opschrijven. Ik kan ook zeggen, weet je wat, um, al die constantes, dat is voor mijn uh, onderzoekje nu, ik kijk alleen naar de schaalwetten, zijn die constantes veel minder belangrijk. Die schuif ik allemaal bij elkaar onder een hoofdletter C van constanten en dan hou ik eigenlijk nog maar twee grootheden over en dat is de grootheid massa en de grootheid oppervlak dus de snelheid hangt af van de massa en van het oppervlak nou gaan we eens even kijken wat we kunnen zeggen van de massa van het dier en van het oppervlak het frontaal oppervlak van een dier op het moment dat ik grote en kleine dieren heb nou eventjes plaatje erbij we hadden als voorbeeld hadden we de muis en uh, de olifant. Ik uh, neem even aan, het is een uh, grove schatting misschien, maar ik neem even aan dat uh, de muis 10 centimeter lang is en de olifant 5 meter lang. Wat ik ook meteen aanneem, en dat doe je eigenlijk altijd wanneer je gebruik maakt van schaalwetten, is dat ze ongeveer dezelfde vorm hebben. Uh, dat ze uh, ook dezelfde dichtheid hebben. Uh, dus uh, op het moment dat ik uh, ga zeggen, die olifant is 50 keer zo groot. Dat dan ook alles van die olifant 50 keer zo groot wordt vergeleken met de muis. Als ik nu ga kijken naar de massa van die olifant en ik vraag me af: als die olifant 50 keer zo lang is als de muis, wat kan ik dan zeggen over de massa? Ja, als die 50 keer zo lang is, dan is die ook 50 keer zo breed en 50 keer zo hoog. De massa zal dan 50 x 50 x 50 keer zo groot zijn. Ik kan, ook, ik kan het ook anders zeggen: ik kan ook zeggen de massa. Uh, hangt af met de, de lengte van het voor, uh, van een, uh, dier. Maar niet zomaar uh, evenredig met L. Maar evenredig met L tot de macht 3. Hetzelfde kan ik nu ook doen met het oppervlak. Ja, wanneer een olifant 5 keer zo groot is. Dan zal het oppervlak 50 keer 50 keer zo groot zijn. Uh, want het oppervlak hangt ook af van de lengte van uh, het dier. Maar dat is een kwadratisch verband. Nu heb ik zowel de massa als uh, het oppervlak van het dier uit weten te drukken. Uh, in de, uh, hoe die afhangt van de lengte van het dier. Bij de massa is dat uh, lengte tot de macht 3. En bij het oppervlak is dat lengte kwadraat. Nu kan ik gaan kijken, wat wil dat dan zeggen voor mijn eindsnelheid die het dier bereikt. Ja, hoe hangt die eindsnelheid af? We hadden net al gezien, die eindsnelheid die is evenredig met de wortel van m gedeeld door a. Maar we hebben uh, net gezien dat m... Tot de macht 3 afhangt van de lengte en het oppervlak a kwadratisch afhangt. Dus als ik dat invul, dan krijg ik dit. En als ik dat vereenvoudig, dan komt eruit wortel l. Dus de eindsnelheid is evenredig met de wortel van de lengte. Dat houdt als het volgende in: wanneer ik een olifant heb die 50 keer zo groot is als een muis. Dan kan ik ook meteen iets zeggen over de snelheid, de eindsnelheid die de olifant zal bereiken. Die zal 50 tot de macht een half, wortel 50, is 7,1 keer zo groot zijn als de muis. Dus de olifant komt met een 7,1 keer zo grotere snelheid op de grond aan dan de muis. Ja, hebben we hier alles mee verklaard? Uh, nee, niet helemaal, want ik wil eigenlijk ook nog iets zeggen over de energie die vrijkomt op het moment dat de olifant en de muis op de grond komen. Nou, daar kan ik ook iets over zeggen en dat gaat uh, gelukkig een stuk sneller. Uh, want uh, ik weet al dat uh, de kinetische energie die uh, het dier heeft op het moment dat het de grond raakt, dat dat evenredig is met m maal v in het kwadraat. Ik heb hier die half ook uit de formule weer weggelaten, want ja, half is een getal. Uh, en als ik kijk naar evenredigheden, maakt die half niet zoveel uit. Ik weet al hoe m afhangt van de lengte, dat is namelijk lengte tot de macht 3. En ik weet ook hoe v afhangt van de lengte. Dat was na namelijk lengte uh, tot de macht een half. En dan geldt dus voor v kwadraat dat die afhangt als lengte tot de macht 1. Nou, dat kan ik als volgt opschrijven. En dan zie ik ook wat het uh, verband is tussen de kinetische energie en de grootte van het dier. Dat is een verband, uh, geen kwadraat, die is niet tot de macht 3, maar tot de macht 4. Dus als een olifant 50 keer zo groot is als... Een muis, dan zal die 50 tot de macht 4 is 6,25 miljoen keer zoveel kinetische energie omzetten in andere energiesoorten op het moment dat je op de grond komt. En dat verklaart ook voor een heel groot gedeelte, zeg maar gerust voor alles, waarom een olifant die klap niet zal overleven en een muis die klap wel kan overleven.